De energietransitie in Nederland zit flink in de lift. Klimaatdoelstellingen worden aangescherpt. De Rijksoverheid komt met richtlijnen. En ook gemeenten hebben duurzaamheidsambities. Een van de mogelijkheden om te verduurzamen is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van je gebouw. Overweeg jij als ondernemer om zonnepanelen te plaatsen? En wil je weten waar je rekening mee moet houden? In deze korte video leggen we dat uit. En we geven antwoord op een paar belangrijke vragen. Als je kiest voor zonnepanelen, moet je een heleboel keuzes maken. Niet alleen over het aantal panelen en het aanvragen van subsidie, maar ook over de brandveiligheid van je pand en de gevolgen hiervan voor je verzekering. Ga daarom, voordat je begint, bij je verzekeraar na wat de voorwaarden zijn als je zonnepanelen wilt plaatsen. Zo voorkom je dat je achteraf voor verrassingen komt te staan. Je verzekeraar kan je helpen met een aantal specifieke vragen die spelen. Bijvoorbeeld wat nodig is om je gebouw geschikt te maken voor de zonnepanelen. En dat gaat niet alleen over de ligging en grootte van je dak. Plaats je zonnepanelen op een nieuw pand, gebruik dan bouwmaterialen die zo moeilijk mogelijk branden en die stevig genoeg zijn om de panelen te dragen. Bij een bestaand pand is de situatie complexer, want daar zit natuurlijk al een dak op en die is meestal brandbaar. Het is belangrijk om de brandveiligheid op orde te hebben. Is je elektrische installatie bijvoorbeeld geschikt om zonnepanelen op aan te sluiten, maar ook gaat je dak nog 25 jaar mee en is het sterk genoeg? Het is niet vanzelfsprekend dat je daar met één partij achterkomt, want er spelen zowel elektrische als bouwkundige factoren. En het gaat over het gedrag van materiaalcombinaties als toch brand mocht ontstaan. Houd er dus rekening mee dat je mogelijk aanpassingen moet doen aan je dak. Bijvoorbeeld staalconstructie versterken, je dakbedekking vervangen of misschien zelfs je dakisolatie vervangen. Een bouwkundig constructeur kan voor je berekenen of je dak sterk genoeg is. En is je dak geschikt? Dan is het tijd om te kijken naar de elektrische installatie. Moet je een deel vernieuwen of bouw je een specifiek gedeelte voor de zonnepanelen? Een goede installateur kan je helpen met het vinden van de beste oplossing. Oh, en dan de omvormers. Deze kunnen soms brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat je ze veilig ophangt om eventuele schade te beperken. Zoek samen met je installateur en je verzekeraar naar de beste plek. Zonnepanelen zijn erg kwetsbaar. Je wilt natuurlijk dat je installateur hier zorgvuldig mee omgaat, maar ook een goed ontwerp maakt, de goede panelen inkoopt en ook nog een veilige installatie bouwt. Doe vooraf onderzoek en kies voor een gespecialiseerd bedrijf dat erkend is voor zonnestroominstallaties, bijvoorbeeld door InstallQ. Zo weet je zeker dat je goed zit. Laat altijd een onafhankelijke opleveringskeuring uitvoeren. Speciaal hiervoor is de Skioscope 12 gemaakt. Daarbij kijkt een gecertificeerd inspectiebureau naar de complete zonnestroominstallatie, binnen en op het dak. De zonnepaneleninstallateur heeft er ook belang bij. Het beperkt zijn vaarkosten en hij weet zeker dat hij een goede installatie heeft opgeleverd. Maak hier in het begin van het traject al afspraken over met je installateur en, ook belangrijk, herhaal deze keuring minstens elke 5 jaar. Staat je gebouw dicht bij zee of bijvoorbeeld op een groot industriegebied, kan het nodig zijn om vaker te keuren. We zeiden het al, ga goed naar bij je verzekeraar wat de voorwaarden zijn voordat je begint. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van je dak, het toepassen van een veiligheidssysteem of het houden van afstand tot je lichtstraat. Het doel daarvan is om brand te voorkomen en eventuele schade te beperken. Zo voldoe je ook in de toekomst aan de voorwaarden van je verzekering. We sommen de tips nog even voor je op. 1. Neem voordat je begint contact op met je verzekeraar over de voorwaarden. 2. Zoek uit of het pand geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en laat benodigde aanpassingen uitvoeren. 3. Kies een goede installateur, bijvoorbeeld een die erkend is door InstallQ. En 4. Laat altijd bij oplevering een Skioscope 12 inspectie uitvoeren en herhaal de keuring minstens elke 5 jaar. Wil je meer weten over het plaatsen van zonnepanelen? Neem dan een kijkje op onze website. Ben je verzekerd bij Centraal Beheer? Dan kan je uiteraard ook contact met ons opnemen.